Goedenavond. Dit jaar geen kerstkaart van Paleis Soestdijk. Het wordt te zwaar voor Juliana en Bernard. Nou ja, dan zet ik de kaart van vorig jaar nog maar een keer weer neer. Mooi, hè? Terwijl ik toch wel een kerstpakketje verwachtte na die Lockheed meevallen van 1,2 miljoen. En wat was er deze week nog meer in het nieuws? Katja nu ook groot rijbewijs. Exclusieve beelden van mevrouw Karremans tijdens verblijf in Srebrenica. Katja nu ook vliegbrevet. En de verliezer is... Tsjetsjenië. Katja heeft nu ook vaarbewijs. Goedenavond en welkom bij een nieuw seizoen van Dit Was Het Nieuws. Of zoals het bekend staat in intellectuele kringen... dat programma met die zanger, die Stijn Dupper en die blonde god. Naast Raoul Heertje zit de winnaar van Kamaretten 1999. En voor de jonge kijkers, dat is een cabaretfestival. En cabaret, dat is een soort stand-up, maar dan met liedjes. Mark-Marie Huibrechts. Naast Thomas Akda zit een vrouw die u ongetwijfeld herkent van Afro Service Salon. En vanavond hebben we haar aan haar stoel vastgebonden, want voor je het weet holt ze met mijn kaartjes het publiek in om vragen te gaan stellen. Katharine Keil. Terug. Ik sta de antwoorden op. Geef me antwoorden terug. Meteen is paniek. Meteen is paniek. Ah. Nee, doe maar niet. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Nee, dan beginnen we met de eerste ronde. Daarin beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag... waar gaat dat over? Voor Raoul en Mark-Marie. De loting. De loting. Loting van voetbal, denk ik. Van de... EK. EK. Deze heeft het speelschema op zijn lichaam getatoeëerd. Ja, precies. Dit zijn... dit is... Dit is Rotterdam. Dit zijn rellen. Dit zijn rellen. Het wordt natuurlijk een ontzettende puinhoop. Het zijn Duitsers. Oh nee, Engelsen. Het is een hele domme Duitser met een Engelse vlag. Ik denk dat het gaat of over de rellen die nog komen met de EK. Of het gaat over de rellen die zijn uitgebroken sinds Wilting niet meer mee mag doen met Waku Waku. Ja. Daar is grote onrust over in het land. Jij weet niks van sport, hè? Nee, ik zit heel erg in het korfbal, maar voetbal weet ik niet. Korfbal? Ja, daar weet ik toevallig ook alles van. Wat is jouw favoriete korfballer op het moment? Nou, die lange? Nee hoor. Ik weet te veel van. Ik weet niks van sport. Niks met sport. Dat was eigenlijk mijn enige vraag aan je vanavond, jammer. Vroeger had ik sportles en toen zei ik tegen de gymleraar gezegd dat ik een adertje in mijn hoofd had. Wat zou knappen als ik mezelf te druk zou maken. Dus ik hoefde nooit mee te gymmen. Kom je zo makkelijk van? Ja, echt waar. Ik heb ook antwoord te geven op deze vraag. Het is voor mij heel moeilijk, want ik heb een adertje in mijn hoofd. Nou, dat je überhaupt iets in je hoofd hebt. Wat vonden we van de loting? De loting is... Sorry. Het is net het begin, we moeten... Ah, nee, sorry. Ik vond de loting... ik vond hem professioneel uitgevoerd. Katrien, nog een sportmening? Ja, ik weet helemaal niets van voetbal. Vind je het erg? Nee, maar kijk je er ook niet naar? Nee. Ben je toch gelukkig? Ja. Maar Katrien, niemand weet iets van voetbal. Nee, iedereen doet alsof, hè? Ja, net als met televisie, dat doet ook iedereen alsof. We zagen inderdaad beelden naar aanleiding van de loting van het Europees kampioenschap voetbal... dat juni volgend jaar in België en Nederland zal worden gehouden. Als Nederland Europees kampioen wordt, kom ik naakt op de tros... met een goudrenet in mijn mond en drie pauwenveren in mijn reet. Nee, dat neem ik terug. Als Nederland bij de eerste acht eindigt, kom ik naakt op de tros... en dan mag het een ananas zijn en een hele pauw. Voor Thomas en Katharine. Flinke. Volgende filmpje. Man met een mech en veel vingers. Oh, dat wordt een nieuw spelletje, denk ik. Nog. Ja. Nee, dit is van lever je wapens in. Ja. Mensen hebben nieuw spel voor Klaas Wilting, denk ik. Ah ja. Kijk.
Kan ik ze uit elkaar houden, alle wapens, of niet? Die gaat meedoen aan Wedde Dat, geblinddoekt. Ja. Kan ik een bijl van een pistool onderscheiden? Dit is, de politie heeft wapens tekort. En ze zitten door het budget heen. Of de leraren moesten het inleveren, dat kan ook. 25% van de scholieren heeft wapen. 10% neemt hem mee naar school of disco. Dat betekent dat een schokkende 15% zijn wapen thuis laat. Wat gebeurt er met dat wapen? Ik vind het een onzinnige actie. Dan komen ze op televisie, lever je wapen. Ah, toen nou, lever je wapen in. Maar ja, maar wat wel goed dan is, is dat het nou tenminste echt serieus wordt genomen. Want ik bedoel, een jaar geleden zei iedereen nog, nee, dat gebeurt niet op de Nederlandse scholen. Ik vind het onzinnig. Dan kunnen ze straks ook het fileprobleem oplossen. Ah, toen neem de trein. Ah, toen nou. Of zinloos geweld. Kun je ook oplossen. Ja. Dan heb je zo'n spotje, zo'n man die slaat een andere man in elkaar. En dan komt hij, ah, toen nou. Vind je dat zelf nou zinvol? En dat zo'n man dan... Nou, dat is niet zo zinvol, nee. Het zou mooi zijn. Heb het lef, hè? Dat is het rare. Het doel van dat heb het lef. Ja. Terwijl het natuurlijk gewoon... Het zijn natuurlijk toch mensen die bang zijn die messen hebben. Dus als je lokt eigenlijk mensen uit, hè. Je zegt, ja, heb het lef om naar het politiebureau te komen. Maar als je dus echt het lef hebt, dan ga je niet gewoon het mes inleveren. Dan kom je bijvoorbeeld naar het politiebureau met een nog bloedend mes. Of, dan zeg je, weer leven. Of komt met nog iemand eraan. Ik kom inleveren. Wat ze hebben gezegd, je wordt niet gearresteerd als je het inlevert. Dat is waar. Hoe ver? Dat is waar. Hoe ver? Ja, dit zat eraan. Ja. Sorry. Dus ja. Dan heb je lef. Ja. En daar lokken ze mensen op uit. Ze lokken gewoon mensen uit. Hoe ver? Komen mensen met hele sasliksticks. Het mes, ja. Dit was tante Treetje, maar daar kwam ik niet voor. Dit gaat over het mes in de rug. Ja, kom het mes inleveren. Ben je wel eens bang in enge situaties? Nee, ik heb een ontzettend grote mond. Ik denk dat ik het daar maar red. Ik ben een bekende Nederlander, niet in het gezicht, niet in het Ja, je kent Amanda Spoel. Ja, maar iedereen herkent jou ook natuurlijk. Ik ken Amanda Spoel. Ja, jullie leefden echt al 15 jaar geleden, hè? Nee, ik was zo zo'n Amanda Spoel. Amanda Spoel? Nou, Amanda Spoel, ik moest altijd zo lachen om Amanda Spoel, want die wist nooit zo goed het laatste werkwoord. Die zijn dan altijd, en hier in de studio hebben we een man, en die heeft vroeger wel eens, en dan zag je de denken, dan zei ze, gelopen. Het is ze zei gewoon een werkwoord op het eind van die zin. Amanda Spoel. Wat is er geworden van Amanda Spoel? Ja, die werkt als verslaggeefster bij... Dat is Henk Spoel bij, hoe heet het? Heeft een vrij geslaagde operatie geweest. Ja. Ze mag niet meer in beeld wel, maar... Als je Henk inlevert, dan heb je lef. Dat vind ik echt... We zagen beelden naar aanleiding van de start van de landelijke campagne Heb het lef, wapens weg. Waarbij de wapens straffeloos konden worden ingeleverd bij de politie. En daar lig je dan als Steve Brown. Net je wapen ingeleverd. Ik heb laatst mijn broodrooster bij de politie ingeleverd. Toen zeiden ze, dat is helemaal geen wapen. Tot ik ze de foto van de kat van de buren liet zien. Ja, ze zat gewoon mee te lezen. Ze zag de clue eerder dan ik het zei. Sorry, ja, dat is, ik ben of ze leest mee of ze begrijpt pas de grap. Wat is jouw volgende show? Waar gaat die over? Heb je hem gezien met de koffietijd? Mannenproblemen. Ja, ik zit hier, jullie werken, want jullie willen nooit. Jij zat me daar weer inderdaad op je babbelstoel, zeg. Goed, hè? Ja. Lekker. Als je toch bent, kan het boodschappenspelletje mee te doen en zo. Dat heb je een goede televisie, want toen stond ik nog achter de schermen. Ja, lekker mee te raden, stond je. Er stond een heel shot op jou. Drie uien. Appel. Ja, één keer te gast, makkelijk, hè? Voor Ole en Mark, Marie. Dit is denk ik de Wereldhandelsorganisatie vergadering. Maar het probleem was, die vergadering was voorgekookt en het was duidelijk dat er niets uit zou komen. Dus ze geven elkaar allemaal een hand. Ze geven elkaar nog wat handen. Sommigen hebben een begeleider, zag ik net. Een vrouwtje met een tas. Wie was wie dat? Wie was dat? Dat hoor je die man zeggen. Nu gaat iedereen weer naar huis. Dus dat is het. Dus even een handje schudden. Tot ziens. En we gaan weer weg. Ja, zij vinden het ook niks. Oh, dit is wel. Dit is die man die zou s'avonds optreden, de premier, als Tom Manders. Ja. Als Doris met Pussy Mau. Maar de optreden is niet doorgegaan, dat is heel kwaad, hè? Want iedereen was aan huis, want er was niks te bespreken. Of ik dacht, het kan Bromsnor zijn die anorexia heeft. Dat zou ook kan ook, daar leek het ook een beetje. Ja, is ook dood, Bromsnor. Bromsnor? Ja. Is die dood? Lou Geels? Ah, echt waar? Al heel lang. Ja. Tex Goudsmit. Ja, ook.
Oh. Dat gaan er veel mensen, hè? Ja. En daarover hebben we deze week. Er gaan er veel mensen, hè? Ja, maar niet genoeg mensen, vind ik. Er kunnen er altijd meer. Ja, wie kan er bij jou betreft wel weggehoord? Nou, daar laat ik me niet meer over uit, want dat wordt dan meteen geciteerd als Thomas Akda. Dus ja, dat is waar. Dat vind ik dan leuk. Als Raoul en ik samen interview doen, dan worden al zijn discriminerende opmerkingen worden bij mij gezet. Ja, maar goed hoor. Maar het was in ieder geval de Wereldhandelsorganisatie. Het is lastig die had dat ik steeds zie. De Wereldhandelsorganisatie van Henk Westbroek krijg. Oh, ja? Ja. Haatfaxen. Ik krijg haatfaxen, haatmail van Henk Westbroek. Wat schrijft hij allemaal? Omdat Raoul hem steeds afmaakt elke uitzending. Waarom schrijft hij jouw haatse dingen dan? Nee, als Raoul iemand afkampt in dit programma, dan krijg ik daar de schuld van. Altijd. Ja, kijk op straat. Wat heb jij tegen Henk Westbroek dan? Ja, vraag het ook even. Leuk. Ja. Als Raoul antwoord geeft, kan ik dan close in beeld met mijn mond dicht? Dat helpt niet. Raoul, ga je gang. Nee, hij is gewoon een hele enge populistische man, vind ik. De uitspraken die hij doet zijn slechts gebaseerd op makkelijk, goedkoop, populistisch scoren. Ik kan het niet zeggen en nu je tegelijk, Henk. Geloof me. Maar je trekt er niks aan van wat Henk Westbroek wel of niet vindt. Ik probeer het te blijven. Ik kunnen ze mij de mond schuiven. Is hij klaar? Hij is klaar. Waar ging het over? De Wereldhandelsorganisatie. De Wereldhandelsorganisatie. Ja, de Wereldhandelsorganisatie. En wat is daarmee? Niks? Die zijn bij elkaar gekomen om iets te bespreken. Nou, ik weet bij God niet meer wat, want het is ook mislukt. Ja, het was namelijk het frappante op de Wereldhandelsorganisatiedag. Hingen overal vlaggen van de Europese gemeenschap erachter. Dat is, In tegenstelling tot wat veel mensen denken, was dit dus niet een... Ja, nu begin je warm te worden, klopt. Turkije wou lid worden. Dat is toch zo'n schande, want daar hebben ze niet genoeg voorwaarden. Want in Turkije worden de mensenrechten op een onwaarschijnlijke manier geschonden. Ja. En in plaats van hebben gezegd, ga dat eerst maar eens goed oplossen. Ja. Laat onze Henny, tenminste één Henny in ieder geval terugkomen. Ja. Dat hebben ze niet gezegd. De domste. Wat hebben ze gezegd, kom maar. De domste. De domste Henny, want heel dat gevangenis natuurlijk na de jaarbeving gewoon afgebroken. Zij zitten er gewoon nog, want het was afgesproken dat het gevangenis was. Ik zie ze echt zo zitten. Nee, Henny, hier blijven. We zijn opgesloten. Nee, dus. Maar in ieder geval, ik vind dat heel... Dus Turkije wordt onder bepaalde voorwaarden, maar die zijn niet strak genoeg, worden ze toegelaten. Ja. Ja, daar maakt hij zich druk. Maar Ecevit, kan je niks over zeggen, want dat is zelf iemand die altijd slachtoffer is geweest van de mensenrechten. Die heeft zelf in de gevangenis gezeten. Ja, maar dan heb je toch nog niet het recht om dan weer hetzelfde bij dat de anderen. Dat weten ze helemaal niet. Nee, want dan heeft hij helemaal niet weten kan. Ze hadden het over de Wereldhandelsdag. Ja, vervolgens geven wij een hint. Ja. Dan hebben ze wel het goede antwoord. Dat wordt dan leuk gemonteerd en dan zie je hun het goede antwoord geven en mij Henk Westbroek beledigen. Zo zit dat programma in elkaar. Maar Katrien, had jij nog een privé mening over Turkije, Ecevit? Nou, nee, ik krijg altijd een beetje een bijzonder gevoel als ik Ecevit zie. Omdat ik hem jaren geleden, toen ik verslaggever was bij Hier en Nu, interviewde. En hij toen in de gevangenis had gezeten en niet meer mocht spreken in het openbaar. En toen heeft hij toch een interview gegeven wat toen over de hele wereld is uitgezonden. Met jou? Dus het is, ja, dus maar het is bepaald dus geen laffe man die niks weet van schendingen van mensenrechten of zo. Maar hij laat natuurlijk wel Öcalan en zo, dat doet hij, laat hij allemaal gewoon gebeuren. Ja, dat is dan wel heel raar daaraan, dus dat klopt ook niet. Maar dat lijkt me raar als je iemand persoonlijk ontmoet, want dan zie je ineens een mens. Ja, en terwijl je dat als je hem nooit ontmoet had, had je waarschijnlijk net zo gedacht als wij. Maar nu heb je hem persoonlijk... Nee, dat kan. Ja, maar dat is echt zo, ja. Maar heeft hij niet genoeg macht, denk je dan? Terwijl hij wel oké is? Ja, ik begrijp het niet, want hij heeft natuurlijk heel veel macht in principe nu. Nee, het was uiteindelijk helemaal goed. Op de Europese top in Helsinki is afgelopen weekend besloten dat Turkije kandidaat lid is en wordt voor de Europese Unie. Voorwaarde is dat ze een goed functionerende democratie hebben, een sluitende begroting en dat ze de mensenrechten respecteren. Lekkere eis. Net zoiets als tegen een boer zeggen dat hij mag uitbreiden zodra zijn varkens stoppen met schijten. Turkije daarbij, ik vind het geen slecht idee. De EU is toch een soort familie en we weten allemaal wat er kan gebeuren als de familie hier gered moet worden. We kijken even naar de punten. Ja, wat fijn, iedereen heeft gelijk. 4-4. Tijd voor de tussenronde. Aan het eind van de aflevering komen beide teams met een leuk onderschrift. Maar dat slaat nergens op als er geen foto's bij zitten. Dus die laten we nu vast even zien. De eerste voor Raoul en Mark-Marie.
Ja. En de tweede voor Thomas en Katharine. Tweede ronde. We hebben kosten nog moeite gespaard, dus we hebben gewoon weer dezelfde opdrachten. Opvallende krantenkoppen met de vraag welk artikel stond daaronder. Voor Thomas en Katharine. Met spijkerbroek het graf in. Ik denk eerlijk gezegd dat het gaat over Steve Brown. Waarom? Dat nu moet ik zorgen dat ik zelf niet neergeschoten word. Omdat zijn autobiografie, of zoiets, want ik heb het niet gelezen, Drugsbron in spijkerbroek heet. Kijk, hij is, het is mislukt. En daar wil ik verder niks over zeggen, want inderdaad... maar hij doet nu zelf een soort oproep voor een nieuwe poging. Want hij heeft gezegd, nou, die mensen die dit gedaan hebben, dat zijn we toch een amateurs? Nou, dat is dus een uitnodiging van Dat vind ik ook, toen ik dat las, dacht ik, oh, maar dan zeg dat nou niet. Zegt hij een beetje huurmoordenaar, die schiet mij gewoon dood. Zo heeft hij dat gewoon verteld. Dus hij wil, denk ik, toch met een bepaalde spijkerbroek... Ah, het zal wel. Ik vond trouwens wel een afknapper dat hij in een portiek woonde. Want ik had me echt voorgesteld van zo'n iemand die in de misdaad zit... dat die hij mensen... woont er niet in een portiek. Nou, hij was in een portiek neergeschoten. Ja, maar dat niet thuis. Voor zijn huis. Hij in zijn portiek? Ja. 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 Ja, maar het portiek waar hij van een huis. Woont. Dat is de... Je woont toch... Daar is toch een deur en dan is het het huis. Niet klagen, en de portiek iemand, hoort daarbij. Iemand wordt neergeschoten, ja, is bijna dood. Dat die man in een villa woonde. Of ja, de portiek van zijn villa. Ja, dat is toch raar. Dat is een heel groot portiek. Op een villa staan dat je Schilderstraat, denk je. Dus dan moet je tegen die huurmoordenaar zeggen... Sorry, kunt u even binnenkomen in mijn villa dat er wordt geschreven? Ik word liever niet in mijn villa. Ik word liever niet in mijn portiek neergeschoten. Vervolg op Kruistocht in Spijkerbroek. Zou ik leuk vinden. Thea Beckman. Echt een mooi boek. Schitterend. Pracht. Thea, die kon schrijven. Toch? Ja! Nee hoor, dat was echt iemand die... hè? En Leni Saris is ook alweer dood. Nou. Jullie moeten wat anders gaan snuiven voor de uitzending. Het heeft te maken met de vergrijzing van Nederland. Nou, met de vergrijzing? Ja. Vergrijzing van Nederland, vergrijzing van Nederland. Oh, nee. Oh! Ja, ja. Oh, van die vlotte vijftigers of zo. Mm-hmm. Ja, dichtbij. Oh, en die kleding is gewoon alsof ze nog heel jong zijn. Jij zegt dichtbij, maar jij doet toch niet de spelleiding, of wel? Ach, nee! Nou, de ouderen die kleden zich steeds jonger, jonger en jonger en jonger. Dus dan gaan ze uiteindelijk met de spijkerboot. Dat is geen hint, dat is gewoon de oplossing. Dat is gewoon een oplossing. Klopt, het gaat over de babyboomers die de jaren 60 op zijn kop hebben gezet. Die vormen in 2010 ongeveer een nieuwe generatie van hippe, vrijgevochten bejaarden. God. Dat was hem. Maar wie krijgen we dan als zo gek om bij Rapatongo op de tribune te gaan zitten? Rapatongo op de tribune zitten? Ja. Wat is daarmee aan de hand? Ze vinden het moeilijk. Wie vinden ze dan nog om... Ik zal het even zeggen. Wie vinden ze dan nog... Ja. We hebben het duurt het heel lang. Wie vinden ze dan nog om bij Rapatongo op de tribune te zitten... als al die oude mensen zo hip worden? Want daar zitten nou alleen maar oude mensen die niet hip zijn. En dan worden die hippe mensen worden nou oud... en die wil dan niemand meer op de tribune zitten. Toch? Uh-huh. Dank je. Snap je hem? Ik snap het. Maar jij zei net dus jij was af. Voor Raoul en Mark, Marie. Alibaba houdt genoeg rovers over. Alibaba houdt genoeg rovers over. Nou, er is een man, Alibaba, die had 22 rovers. En er zijn er 3 van gestolen. Nee, het is Alibaba en de 40 rovers. Ja, maar moet je niet aan mij zeggen? Hij zegt nee, ik dacht, ik maak contact. Is misschien leuk. Ik vind concurrentie niet goed. Nee, dus ik probeer het open te gooien. Ja, het gaat over... Er is een belangenvereniging van mensen. Die staan één keer in dezelfde tijd op. Van dat soort mensen. Die vinden dat je sprookjes naar waarheid moet vertellen. Aha. Dat kan dus al niet. Dus niet meer dat gebabbel en dan steeds mooier maken en zo. Gewoon terug naar de oorsprong van het sprookje. Een sprookje is toch sowieso niet waar? Of, Jawel, jawel. Oh. Ja. Ja. Het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Maar dus, er wordt... dus Alibaba en de 40 rovers. Nou, er waren er geen 40, er waren gewoon 12. Weet je wel? Oh, dat is een feit. Je krijgt precies. Ja. Sneeuwwitje en de 4 dwergen. Nee, nee. De schone snurkster. Hele jeugd. Er wordt naar waarheid... Ja, zo simpel is het. Ja. Rood, maar het door het vele wassen een beetje vaal geworden kapje. Ja.
Maar ze krijgen het er niet door, denk ik. Maar dat is wat ze willen, die vereniging. Ja, mooi. Wat is jouw favoriete sprookje? Ik vond alles leuk. Ja, maar ik verbaas mij dat nou niet. Ja. Ik ben zo'n vlug tevreden, hè. Nee, ik ben alles. Nee. Dit was eigenlijk heel wat anders. Om het slechte imago van zijn regering op te poetsen, stuurde president Weidenbos van Suriname zijn ministers naar huis om er vervolgens 8 te laten terugkeren. Dat was de kop van dit artikel. De nieuwe verkiezingen zijn volgend jaar in mei. Nu worden de ministers aan de kant gezet en dat is een hele vooruitgang. Vroeger werden ze in december gewoon doodgeschoten. Ja, geen kerstpakket. En voor Thomas en Catherine, dankzij watjes leeft de mensheid voort. Het is dankzij de watjes leeft de mensheid voort. Hoe noem je dat de tegenovergestelde van watjes? Macho's. Sorry? Macho's. Wat? Macho's. Oh, macho's. Macho's. Dat is een jaren 80 woord. Hunks. De stoere mens. Stoere in de mooie mensen. Mooie... Dapperen. Nee, niet dapper. Raoul Heertjes. Ja. Nou. Nee. Jawel. Ja, Dat is toch wat ik wel wou zeggen. Eens even kijken of ik deze bocht kan maken. Dankzij de watjes leeft de mensheid voor. Mensen die bezig zijn met hun eigen carrière. Met het mooiste pak, het mooiste huis, het mooiste. En ik kom heel leuk over en dat soort dingen. Die hebben geen tijd om kinderen te maken. En die vinden mensen die niet het juiste pak hebben, niet de juiste bril, vinden ze watjes. Maar dat zijn de mensen die gewoon denken, ik hou van jou, ik ben 19, we gaan trouwen, we nemen 2 kinderen, we gaan in Almere wonen en we zijn gelukkig. Je hebt ook kinderen? En die zorgen dat de mensheid blijft bestaan. Maar je hebt toch ook kinderen? Nee. Maar... Wel? Nee. Oh. Ik heb geen kinderen. Van wie hoor je dat nou weer? Dat had ik ergens gelezen, dacht ik. Och jeetje. Misschien is het in de maak. Mark Marie? Nee, dat was Raoul weer. Ja. Raoul heeft kinderen, ja. Dan heb je geen Henk Westbroek. Eén. Eén kindje. Nee, maar ik vind het wel leuk als hij dus zegt van al die carrière mensen die maken geen kinderen. En Raoul is toch ook een carrière mens, anders zat hij hier niet. En Raoul heeft wel kinderen. Dus waar blijft je theorie dan? Dat Raoul een wijtje is. Zo'n mooie voorzet heb ik nog nooit gezien. Ik ben hem denk ik beter als aangever. Ik hou echt van jou. Weet je. Dit was de mooiste kopbal uit mijn carrière. En ik weet niet hoe je voetbal. Dit was Gullet in 88. Ken je die kopbal? Zeg maar allemaal niks. Nee, dat zegt ze dan weer niks. Dankjewel. Nee. Dat is precies mijn theorie. Je maakte een hele mooie bocht. En inderdaad, ik krijg ook kinderen. Dankjewel. Nou, we zijn eruit. I'm proud to be a watje. Watjes power. Eigen watje eerst. Oh nee. Just my darling. Klinkt heel sompig. Deze mag terug. Het ging over de Gari-markt. Oftewel de liefdadigheidsmarkt die een jaar omzet van maar liefst 5 miljard maakt. In Nederland geeft men 100... Ja, 5 miljard. In Nederland geeft men 180% meer uit dan 10 jaar geleden. Aan deze compassie ligt volgens Theo Schuit van de Vrije Universiteit meestal egoïsme ten grondslag. Ik kreeg laatst van een jongetje zo'n geplastificeerd briefje met de tekst: hallo, ik kan niet praten, mijn ouders zijn gestorven en ik moet alleen overleven. Kunt u mij wat geld geven? Dat vond ik zo mooi, maar ik had geen geld bij me. Maar ik heb wel een briefje teruggeschreven. Hallo, ik ben Harm, ik praat alleen met de autocue. Ik ben gelukkig en ik presenteer een tv-programma vrijdagavond 9:30. Wel kijken, hè? Voor Raoul en Mark Marie. Nieuwe pubers, nieuwe sportjes. Dat gaat natuurlijk over die verschrikkelijke spot die er nu is met het vuurwerk. Oh ja. Dus als je, dat is die spot, daar zie je dus een mismaakte jongen in de discotheek. En dat komt dan misschien door het vuurwerk of gewoon hij is gewoon mismaakt. En die maakt daar geen kans meer. En ze hebben gezegd, en daar hebben ze tegen geprotesteerd, maar toen hebben die mensen van Sieren. Ja. Ik weet ook niet waarom ik dat zeg zo, maar... Moet ik het nieuw doen? Nee. Maar in ieder geval, die hebben gezegd, nee, maar het is gewoon een nieuwe jeugd. Die moet je zo aanspreken. Nieuwe pubers, nieuwe spotjes, die moet je kaart aanpakken. Maar het slaat gewoon neer. De hele intentie is fout. Ze richten het namelijk nu op de mensen die nog vuurwerk op de verkeerde manier
kunnen afsteken. Maar ze zouden de hele campagne moeten richten op de mensen die het al een keer verkeerd gedaan hebben. Daar zijn er namelijk nu al een heleboel van, met stompjes en mismaakte gezichten. En wat we moeten afspreken is dat die mensen voortaan het vuurwerk afsteken. Ja. Want die hebben al wat. Ja. Die hebben al wat. Dus dat maakt niet uit. Of nou ook er nog wat bij komt, dat geeft niet. Nee. Dus daar zou... Je bent een rund als je... Als je niet... Als je niet nog een keer met vuurwerk stunt. Ja. Want dat maakt niet uit, dus toch? Ja, ja nee, en die zou iets... Nou, die, hoef je, die kun je sowieso herkennen. In elke straat zou er dan één moeten staan in het midden. Ja. Met een melkfles. En die geef je alles. En die geef je alles. En die weet ook hoe het fout kan gaan. En die steekt dan zo ja. alles en als, aan. En als het dan in een pot zit en het, ja, dan denk ik dat die brandt, dan kan die gewoon even kijken. Ja, dat is niet zo heel erg. Dat maakt niet meer uit. Dus de hele campagne is op de verkeerde doelgroep gericht. Ja. Hoe moet je gewond zijn voordat je aan jullie actiecomité mee mag doen? Je moet een zwarte hand hebben van een verkeerde vuurpijl of echt minstens de helft eraf. Nou, ik vind als je in aanmerking kwam om mee te doen aan een van die spots die er nu zijn, dan kom je ook in aanmerking voor vind ons plan. En je merkt het zelf, want als mensen zoals in die spots mensen je nakijken op straat, ja, dat kun je zelf inschrijven. Ja. Ja, hele makkelijke sollicitatie. Of opbellen, want schrijven is misschien moeilijk. Maar, Gaat hier nog een mening over de sierenactie? Nee, nou ja, ik vind het alleen maar heel stom als je met. Als je ziet hoe die mensen inderdaad beschadigd worden, dan denk ik, Jezus. Dat is toch wel heel erg dat je zo stom door die spot, bent. En vooral door de campagne of door het vuurwerk bedoel je? Ja, alle twee. Je bent niet eens met die campagne. Maar ben je tegen de campagne? Nee, ik vind het wel goed als er gewaarschuwd wordt. Die campagne is toch wel fout. De campagne dat je waarom zegt van... Waarom vind je dat uit? Omdat mensen die helemaal... Kijk, ik heb niet zo medelijden met een volwassen iemand die zo dom is om zo'n vuurpijl in een pot te stoppen dan te kijken of hij het doet. Daar heb ik niet zo medelijden. Voor kinderen vind ik het zielig. Als je vuurwerk in een pot gaat stoppen, vind ik ook zielig. Maar Nee, ze zeggen gewoon, als je mismaakt bent, dan heb je gewoon in deze maatschappij niks te doen. Dat zeggen ze gewoon. Ja, lach je maar het gaat over jou. Ik mag dit is wel naaien. Ik kan me even een homodichter houden, maar ik ben geen pot. Nee, maar er zijn toch heel veel mensen die daar ontzettend veel plezier aan hebben. Dat is gewoon zo. Mensen die zich nu al verheugen dat ze vuurwerk gaan afsteken. Ja, maar het grootste gevaar is natuurlijk, zoals we allemaal weten, is de ochtend na. Precies. Ja. Oudejaarsavond. Dat gaat om kinderen die geen vuurwerk kunnen betalen. Dat is heel zielig. En dat is zielig. Maar daar gaat die campagne toch ook over? We hadden het over de nieuwe pubers, nieuwe spotjes. Omdat de stichting Ideële Reclame vermoedde dat pubers zo langzamerhand immuun zijn voor afgerukte ledematen, is de vuurwerkcampagne dit jaar over een andere boeg gegooid. Punt erbij. Sieren overweegt sommige spotjes nu te combineren. Dus binnenkort ziet u waarschijnlijk het spotje: wie is toch die man met die stompjes die iedere zondag weer met dat vlees loopt te hannissen? De vuurwerkslachtoffers zouden gevoelens van schaamte kennen, het gevoel er niet echt bij te horen en verlatingsangst. Verlatingsangst. Dat moet je voor het ongeluk ook al gehad hebben. Anders ga je niet twee keer terug naar die strijker om te kijken of die het wel doet. Bestand. Het team van Thomas staat op 6 en het team van Raoul op 5. Ja, en wij goed. Kunnen weer door. Met de derde ronde gaan we door. 4 foto's waarvan de eentje niet bij hoort. Oftewel, wie is de Klaus tussen de buutredeners? Voor Thomas en Katharien. 4 degelijke oud-Hollandse bedrijven. Wij zien Microsoft, Nike, ExxonMobil en Walt Disney. Wie hoort daar niet bij? Tja, Microsoft is veel internet, hè? Ook, ja. Dus de elektronische snelweg. Nike is de voetensnelweg. Elektronisch wandelpad. En ExxonMobil is de benzinesnelweg. Oké. Okay. Dus Walt Disney hoort er niet bij. Nou, vind ik wel mooi. En onderbouwd. Ja. Ja. Dit in grote tegenstelling tot de meneer die vanochtend niet kon kiezen welke kleren hij aan ging doen. Nee. Hij heeft er een tijdje op zitten broeden, maar... Maar dat komt er ook niet, hè? Dankjewel, nou, Thomas. Wat vond je ervan? Ik vind het heel goed. Ja, maar had jij niet wat anders? Ja, uiteraard. Ja. Wat had jij? Pers er eens wat uit. Het gaat volgens mij over fout zijn.
In die zin dat Exxon olie op de kust van Canada gegooid heeft per ongeluk. Ja. Wel zwaar, maar toch gegooid heeft. Ja. Ik dacht Canada, wilde ik vanaf wezen? Nee, klopt. In ieder geval op een kust waar het Exxon niet hoorde. Valdez, yes. Walt Disney was fout in de oorlog. Toch? Ja. Sort of, ja. Nou, sort of. Daar is gradaties zijn daarin, ja. Ja, dat ook, ja. Ja, was fout, een beetje fout. Een beetje fout in de oorlog. Zou wel lid zijn van de NSB, maar je lidmaatschap niet betalen of zo. Ja. Oké. Okay. En Microsoft is zojuist door een rechter veroordeeld voor kartelvorming. Dat schijnt niet te mogen. Dan word je heel succesvol, dan ben je de enige in de markt en dan ineens ben je kartelvorming. En dan moet je alles weer inleveren. Ja. Het is een rot leven. Dat is een mooie verklaring. Microsoft, Nike en Walt Disney zijn door Amerikaanse homo-organisaties uitgeroepen tot homo-vriendelijke bedrijven. Exxon discrimineert homo's juist door hun partners die afhankelijk waren meeverzekerd nu uit de verzekering te gooien. Tijdens mijn vakantie heb ik een Donald Duck masker opgezet, een leren tangaslip aangedaan en ben ik bij de Walt Disney Studios om geld gaan bedelen. En dan zie je dat homo-vriendelijkheid ook zijn grenzen heeft. Voor Roel en Mark, vier geestelijke leiders. We krijgen Hans Visser, Paul Hane, Klaas Bruinsma en Cliff Richard. Nou, is het met drugs? Mm-hmm. Kijk, Hans Visser, heet hij toch? Hans Visser? Ja. Die heeft een heel goed idee dat drugs... er moeten nieuwe drugs komen, heeft hij gezegd. Drugs die alle leuke effecten hebben van drugs, maar niet de slechte. Dat is dan een dominee. Dat zou leuk zijn. Bruinsma die had ook iets met drugs. Ja. En Cliff Richard heeft het heel druk. Die is nog het drukst. Ja. Nee, idee, Katrien? Wat? Jullie nog een idee? Dit is toch... Wij? Ja. Dominee Visser is de enige echte dominee? Ja. Oké, okay, dankjewel. Dat is helemaal goed. Ja, ik ga hem onthullen. Klaas Bruinsma werd de dominee genoemd in de onderwereld. Paul Hane wordt in zijn creatie als dominee, dominee Gemnaad genoemd. Cliff Richard wordt sinds kort door George Michael een dominee genoemd. Dominee Visser is echt een dominee, maar wordt ook wel een drugscourier genoemd. Cliff Richard maakte een speciaal millennium gebed op cd. Het werd in Engeland de nummer 1 hit, terwijl het door de radio werd geboycott. Daar roept vader Abraham nu ook stiekem op. Maar George Michael heeft gezegd, dit is een kutplaat inderdaad, koop liever Imagine van John Lennon. Die ook weer uitgebracht is. Ja. John Lennon is ook dood, hè? Het zal toch niet waar wezen? We kijken op het telraampje. En we zien dat, ondanks de enorme voorsprong in de vorige ronde, toch gelijk geworden is. Voor de eerste in de geschiedenis van dit was het 11-11. Gaan we nu door voor de sudden death. Oh nee, met dank aan de gasten van vanavond. Mark-Marie Huibrechts. En Katharine Keil. Zoals Tommy tegen meneer Aart zei... Poeh, gelukkig hebben we de foto's nog. Nou, dan willekeurig het onderschrift van Raoul en Mark-Marie. Je ziet hem niet met de arm van de regisseur van Dit Was Nieuws. Je gaat wel naast Katharine Keil zitten en het is wel leuk. En het onderschrift van Thomas en Katrien. Ja, is... Heb je ook hobby's? Dit was het nieuws. Goedenavond.